Welkom dames en heren op de 17e editie van Foto 31. Fijn dat u alle weer kijkt. Straks zal onze coördinator in Rotterdam, Peggy van Mosselaar, de introductie verzorgen. En de uitstelling gaat ongeveer een uurtje duren. Maar voordat ik het woord ga geven aan Peggy, wil ik eerst nog een dankwoord uitspreken naar onze sponsors die al deze uitzendingen mogelijk maken. En dat is uiteraard als eerste het PictureRight Fonds, maar ook het Beeldgebouw en het Café Theater Vrijburg in Amsterdam. Maar nu het woord aan Peggy van Mosselaar. Wat tot en met 3 januari te zien is in het Nederlands Fotomuseum in Las Palmas in Rotterdam. Een ontzettend mooie plek, midden in het oude havengebied van Rotterdam. Je kan dadelijk ook meechatten, dus vergeet dat niet. Ga ook meechatten. En je kan haar persoonlijke vragen stellen over haar project en hoe ze daartoe gekomen is. Dus ik zeg vooral lekker meechatten. Voor nu zou ik zeggen heel veel kijk- en luisterplezier en tot een volgende keer. Anaïs, welkom. Of misschien moet jij zeggen welkom tegen mij. Want wij zitten hier in jouw tentoonstelling in het Nederlands Fotomuseum. Ja, van de migrant. Ja, van harte welkom. Ja, dankjewel. Ik zou opgezet studio van jullie. Ja. Prachtig. Ja. Ja. Kijk, wij vinden jou zo bijzonder omdat je eigenlijk de grenzen van de fotografie opzoekt. Je bent fotograaf, noem je jezelf nog wel. Maar je bent eigenlijk verhalenverteller en je gebruikt alle mogelijke moderne middelen die er zijn. Mm-hmm. Om je verhaal te vertellen van apps tot audio, tot boeken, tot fotografie. En wij denken zelf dat in de toekomst veel meer fotografen dat zullen gaan doen. Dat jij een soort pionier bent op dat gebied. Dus mensen die nu kijken, die kunnen bij jou zien welke discipline bij hun past, bij hun werk past, bij hun verhalen past. En daar kunnen ze misschien iets mee doen. Ik hoop het. Wat vind je daarvan dat jij bijvoorbeeld dat jij die voortrekkersfunctie hebt? Ben je het ermee eens? Zo zie ik mezelf niet, maar ik doe gewoon wat ik kan en wat ik bedenk. Dus ik denk nooit in hokjes en in. Dus ik doe wat mijn hart ingeeft. Dus ik zie het niet zo. Ik zie wel dat er een ontwikkeling is in storytelling. En dat ik wel met andere mensen samenwerk om dat op te rekken. Dus ik zoek het wel heel erg bewust op. Dus ik denk dat ik. Ja, misschien. Pionier vind ik heel leuk als je dat zegt. Dat heb ik ook wel vaker teruggekregen. Maar ik denk dat dat met een hele groep ben. Dus ook met deze tentoonstelling is dat door een hele groep mensen gemaakt. En die zijn allemaal vooruitstrevend in hoe we met technieken omgaan. En hoe we verhalen vertellen. En dat vind ik ook heel erg leuk. En dat vind ik ook de uitdaging. Want samenwerken met andere mensen, dat is ook heel erg belangrijk bij alles wat jij doet. Ja, want ik vind het heel erg leuk om ook van ze te leren. Dus ik ben opgeleid als fotograaf, echt een puur zo'n fotograaf. Ik wilde zelfs oorlogsfotograaf worden. Dus echt documentaire fotografie. En de barricades op. En toen, kun je eens vertellen hoe dat ging? Hoe ben je geïnteresseerd geraakt in fotografie? Hoe oud was je toen? Ik was toen 16, toen ik de camera meenam. En het is eigenlijk de tijd dat ik naar Nederland kwam. Dus op een gegeven moment wist ik toen ik naar Nederland kwam. Toen was ik 16 jaar oud, was mijn vader net overleden. En toen wilde ik heel graag fotograferen en de wereld om me heen begrijpen. Je kwam uit?
Frankrijk en Spanje. Dus ik ben in Frankrijk opgegroeid en toen daarna in Spanje. En toen is mijn vader overleden en toen kwam ik naar Nederland. En toen was ik 15. En toen kreeg ik mijn eerste camera en dat was meer... Ik kon wel Nederlands praten enigszins, maar ik kon het niet lezen. En ik kon het ook niet... ik kon het ook niet allemaal begrijpen, want ik kwam uit een heel klein dorpje in Frankrijk, Vianen. Dat is echt 100 mensen die daar wonen. Ik denk inmiddels nu 50. En we waren 7 kindjes op school. Jij telde voor 50. Ja, dus dat. En toen daarna gingen we naar Spanje, naar een wat grotere stad. En toen kwam ik naar Amsterdam. En Amsterdam was wel een wereld die ik niet helemaal begreep. En de camera hielp mij om dat te begrijpen en ook met mensen in gesprek te gaan. En dat was ook wel een beetje mijn wereld, om de wereld te begrijpen. Hoe hielp hij je om de wereld te begrijpen? Doordat je dan, vertel het maar. Ja, door eigenlijk denk ik die lens ook wel ertussen zetten. Dat je dan toch... Ik ben vrij extrovert, maar ook weer niet. Ik ben ook wel verlegen op een bepaalde manier. Want heel veel mensen die durven juist geen foto te maken van andere mensen. Maar jij dus wel. Ja, ik ben echt begonnen met echt portretten te maken van heel dichtbij. Dus eigenlijk mijn grote helden toen waren Johan van de Keuken. We zijn 17. Toen kwam ik ook op Montsouri terecht. En toen ging dus al mijn klasgenoten fotograferen op die manier. En dat vond ik echt fantastisch. Dus ik had toen Ed van der Elske, Johan van de Keuken. Ja, dat vond ik echt gewoon prachtig. Dan ging ik dan allemaal dat soort werk maken. En op een gegeven moment vond ik dat de wereld moest veranderen. En toen heb ik mijn 18e, dus dacht ik, nou dan ga ik een oorlogsfotograaf worden. En toen ben ik nog bij Koen Wessing op bezoek geweest. En toen heb ik gevraagd bij hem of ik in de leer mocht. Want ik geloofde niet in kunstacademies. Mijn beide ouders waren kunstenaar. En mijn moeder nog steeds. En ik had zoiets van, ja, dat kunstacademiewereld, dat is niks voor mij. Dat je had die wereld thuis gezien. Wat vond je daar niet goed aan? Nou, ik vond het heel conceptueel. Mijn beide ouders zijn heel conceptueel. En ik dacht altijd van, oh, dan ben je eindeloos aan het praten over dingen. Dus jij wilde gewoon meer down to earth. Ja, nuchter. En ik wilde heel graag de wereld veranderen. Ik wilde echt dat mensen, als ze dan die foto zagen, dat ze anders gingen denken. En dus toen ben ik in eerste instantie allerlei manifestaties, demonstraties gaan fotograferen. Toen ben ik bij Koen Wessing op bezoek geweest. En toen gaf hij me eigenlijk de beste tip ooit. Hij zei op een gegeven moment van, ja, maar je kan fotograaf, kan je niet alleen zijn. En dan komt het misschien wel terug op je vraag van samenwerken. Hij zei van, nou, je mag bij mij mee naar China, ging hij toen. Je mag met me mee, maar eerst moet je naar een kunstacademie, moet je aangenomen worden. En als je er vanaf geschopt wordt, mag je met me mee. En ik dacht, nou, dat is makkelijk, dat ga ik doen. En dus toen ik 20 was ik zover dat ik bij de Koninklijke Academie, eigenlijk mijn portfolio indiende. En toen zeiden ze van, nou, je bent aangenomen. In Den Haag. Ja, in Den Haag. En toen dacht ik van, nou, en nu ga ik er vanaf getrapt worden. Maar ik had natuurlijk niet verwacht dat ik een hele leuke klasgenoot zou hebben, die nog steeds mijn beste vrienden zijn. Die zelf wat bedoelde hij met eraf getrapt worden? Wat was daar zo belangrijk aan voor hem? Nou, hij zei van, je kan eigenlijk als fotograaf niet alleen functioneren. Je hebt mensen nodig om je heen, je hebt een netwerk nodig. Je hebt mensen om je verder te laten groeien en verder te denken. En je kan wel hele mooie beelden maken, maar als je alleen bent, dan lukt dat dan niet. Ja. Maar volgens mij bedoelde hij ook, ik heb hem nooit zelf ontmoet, maar ja. dat je eigenwijs moet zijn. Gewoon je hele eigen, dat je te eigenwijs moet zijn voor je leraren. Dat zat er volgens mij bij hem ook in. Denk je niet? Ja, hij was heel eigenwijs, maar ik weet niet precies. Ik denk dat hij mij heeft gegund meer dat hij dacht, als je het alleen doet, dan wordt dat heel erg moeilijk. Dat was wel de boodschap die ik terugkreeg. En mijn plan toen was van, oké, dan ga ik dat doen en dan ga ik gewoon heel snel eraf en dan ga ik naar China, want het leek me heel erg leuk. Nee. Want hij heeft heel veel in China gefotografeerd ook. Ja. Je kende die boeken van hem uit China, de fotoboeken die hij heeft gemaakt. Ja, dat vond ik helemaal te gek. Dus dat was het plan, maar ja, het plan verandert als je mensen ontmoet. Dan kom je erachter dat het eigenlijk anders in elkaar zit. Ja, en hoe ben je toen begonnen? Kijk, je begon dus als fotograaf en je zat foto's te maken. Hoe ben je op het idee gekomen om ook op andere manieren je verhaal te vertellen? Of die fotografie aan te vullen? Ja, dat ging eigenlijk van... Ik denk in eerste instantie alles wat je om je heen ziet. Als ik dan vandaag toevallig... Ik zag vanochtend kijken naar het werk van Guus Rijven. Guus Rijven is een van mijn docenten geweest op de Koninklijke Academie. Voor mij een hele belangrijke docent. En ik zat net een interview te kijken waar hij dan vertelt dat hij dan schrijft en fotografeert. En dat was voor hem zo natuurlijk. En eigenlijk, hij is mijn docent geweest jarenlang. Dus dat ging je dan, dat kreeg je ook mee. En ik ben niet zo goed een schrijver. Ik kan wel heel goed verhalen vertellen. Dus dat is toch iets anders, op een andere manier. En dat is eigenlijk vanzelf gegaan. Dus dat is niet dat je dan op een gegeven moment de keuze maakt. Het is meer, je ziet een project en je denkt van, ja, maar hoe kan je dat nou verbeelden? In het geval van bijvoorbeeld hier, dit is fotografie, daar ben ik mee begonnen, hè, met het vogeltje. Maar hij kon zo hard schreeuwen. En dat schreeuwen, dat moet je horen. En dat kan je niet fotograferen. Dus op een gegeven moment ging ik filmen. Want ik dacht, ja, hij schreeuwt zo hard. Dus geluid is heel belangrijk. Maar hij ging dan ook zo gek staan en huppelen. En als een echt mensje zich gedragen. En dat kan je fotografie niet vangen. En je kan het wel één keer vangen. Hè? De iconisch beeld die je aan het begin ziet. Waar hij dan op het zebrapad gaat. Dat is de eerste foto die ik van Mine heb gemaakt.
En daar zag ik dat hij rechtop stond. Want zijn soort die staat helemaal niet rechtop. En hij wachtte ook nog dat het licht veranderde en toen ging hij oversteken. Ja. Maar als je dat filmt, dan krijg je dat er mee. En dan denk je van ja, maar dat is te gek. Ja. We gaan zo over Mina verder praten. Maar ja. Bijvoorbeeld, je hebt een van de eerste projecten die je hebt gemaakt, is Liberate the City. Ja. Dat is een zoektocht naar de kenmerken van de stad. De stad is altijd ongelooflijk belangrijk in alles wat je doet, nu nog steeds. En dat was in het begin ook al zo. Wat vond je zo belangrijk aan die stad? Wat trok je daar zo aan? Nou, ik denk ja, als we dan gaan naar het begin, het begrijpen van een stad. Dus ik vond Amsterdam bijvoorbeeld, toen we hier kwamen, dat ik noemde het de stad van de licht. Hè. Wij kwamen uit een dorpje waar geen licht was. En dan kwam je aan en er waren alle lampen aan. En het was heel gestructureerd en er waren allemaal regels die ik niet begreep. En dat fascineerde mij. Kun je daar een voorbeeld van geven, een regel die je niet begreep? Ja, van hoe je je gedraagt in een bepaalde ruimte. Bijvoorbeeld, ik kwam er vrij snel achter dat, ik woon zelf in Amsterdam, dat je bij het Museumplein de bankjes precies zoveel meter van elkaar afstaan, zo bij elkaar gezet zijn, omdat mensen niet in hun eigen publieke ruimte willen delen. Nou, dat vond ik heel gek, dat mensen zich er ook aan houden. Dus het is een soort ongeschreven regels, waarvan je dus weet dat je dus op dat bankje gaat zitten en iemand anders gaat daar precies een ander, die juiste afstand. En die afstand houden we ook in de maatschappij. Dus we houden heel erg de afstand van elkaar. Terwijl als je in het zuiden, bijvoorbeeld in Spanje, zit je naast elkaar. En ik kreeg het helemaal toen ik op een gegeven moment een docent besprak, ging naar een reis in Italië, naar de Biennale. En die zei, ja, die mensen zitten de hele tijd met elkaar te praten en die zitten ook heet naast elkaar. En toen dacht ik, ja, dat is het groot verschil tussen bijvoorbeeld een zuideling of een Nederlander. En dat was ook wat ik dus niet begreep hier. Want ik zocht juist mensen op. Maar we hebben allerlei codes in de stad houden. Hoe de stad is vormgegeven, is dan zo vormgegeven dat je dus niet naast elkaar kan zitten. In feite. Helemaal zo gebouwd. Ja, we zijn eigenlijk coronaproef al heel lang. Ja. Eigenlijk is het ook raar dat in een stad, daar zit je allemaal bij elkaar. Ja. Allemaal met muren ertussen. Dus iedereen trekt zich terug in zijn eigen huis om bij te komen misschien van andere mensen. Of om intieme dingen te doen die je buiten niet kunt in een groep. Ja, en ook in de wereldgeschiedenis is dat vrij uniek, toch? Want vroeger was er meer saamhorigheid, waren meer mensen meer samen, meer op elkaar aangewezen. En zo. Het is ook een kenmerk dat over de hele wereld speelt. Dus niet alleen in westerse steden. Nou ja, ik denk wel, als je kijkt naar... Het is een kenmerk inderdaad die zich doorzet, maar je ziet wel... ik denk dat het wel gaat over iets anders. In die zin dat de samenleving zoals architecten die bouwen hier, zeg maar, op een heel andere manier gebouwd worden door de manier waarop wij met elkaar omgaan. En dat is heel anders bijvoorbeeld waar ik gefascineerd ben in Aziatische steden, waar iedereen op elkaar slaapt, met elkaar zijn. Die gaan daar heel anders met elkaar om. En die kennen dat niet, dat privésfeer. En dat heb ik moeten leren in Nederland. Want ik kom uit een gezin van 9 kinderen waar geen privésfeer is bijvoorbeeld. Nee. En hier in Nederland heb ik heel veel vrienden waar ze privé... dus er is altijd een ruimte die je inneemt. En dat is echt iets cultureels. En ik denk dat wel vanuit het noorden komt. Het zit veel meer. Waarom wilde je dat leren? Waarom wilde je dat die omgangsvormen leren? Ik wilde ook wel een beetje passen op een of andere manier. En toch pas ik dan ook weer niet. Maar ik wilde wel begrijpen waar ik hier was. En dat heeft ook wel lang geduurd. Want ik woon dus nu ruim 20 jaar in Nederland. En ik heb de eerste 15 jaar geprobeerd om te vluchten. En nu 5 jaar vind ik het mijn thuis. Het heeft heel lang geduurd voordat ik kon begrijpen waarom mensen op een bepaalde manier dingen doen. En het heeft ook iets heel bijzonders, omdat je de ruimte aan elkaar gunt. Ja. Dus het heeft twee kanten. Ja, oké. Okay. En je hebt dus, om dat te kunnen begrijpen, is een van de instrumenten die je hebt gebruikt, dat is je storytelling, je fotografie. Ja. Het is misschien moeilijk, maar kun je vertellen hoe je dan iets leert begrijpen als je er een foto van maakt? Ja, eigenlijk is fotografie sowieso voor mij een instrument om te onderzoeken. Dus op het moment dat ik het fotografeer, begrijp ik het pas. Dus ik ben niet iemand die zoekt het perfecte plaatje. Maar ik zoek vooral fotografie die helpt mij te begrijpen wat ik zie. En ik verzamel beelden. Dus als ik ergens ben, dan ga ik allemaal beelden van iets maken. En dan op een gegeven moment is het meer een soort antropologische onderzoek. Dan denk ik, oh, bijvoorbeeld bij het Museumplein heb ik dus een jaar lang al die bankjes gefotografeerd. En hoe mensen zich daarop zitten en daar staan en dan zich daartoe verhouden. En op een gegeven moment zie ik een patroon. En dan snap ik het dan. Dus het is een andere manier van onderzoeken. Dus ik denk dat ik heel erg fotografie gebruik om te begrijpen wat er daar zich afspeelt. En tegelijkertijd zie ik daar ook de poëzie van in. Dus dat is dan weer mijn uitdaging. Dat vind ik dan heel leuk om te kijken van wat gebeurt er dan met die ruimtes. Ja. Ja. Wat ik ook interessant vind is dat jij jezelf op je website portret- en documentairfotograaf noemt. Terwijl jouw fotografie eigenlijk allround is. Dus het zijn stadslandschappen, het zijn dierenfoto's, het zijn groepsfoto's, het zijn foto's waar geen mensen op staan.
Waarom noem je dan portretfotograaf? Toch nog? Ja, ik weet eigenlijk niet waar dat precies staat, maar moet ik even nakijken. Kijk, ik heb bij About wel... staat dat. Oh, dat zou, ja, dat denk dat ik dat wel nodig moet veranderen, maar ik heb wel... Moet ik even veranderen? Worden. Ja, ik heb wel 10 jaar portretten gefotografeerd voor de NRC en NRC Handelsblad en NRC Next. En, oh, dat is je werk en opdracht voornamelijk? Ja, dat doe ik niet meer, maar dat heb ik wel 10 jaar gedaan. En het grappige was dat ik werd altijd gevraagd om portretten te maken. En wij waren 4 fotografen die dat altijd deden. Dus dat... Daar ben ik mee begonnen en het leuke, wat ik daar ontzettend leuk aan vond, was eigenlijk juist die andere kant van de mens te vinden. En zij vroegen mij altijd, omdat ik dan juist dan heel snel erin sprong en een beetje ontwapend alles ook vroeg, want ik ken die codes dus niet. Dus dan ging ik bij mensen thuis en dan zei ik, wil ik je slaapkamer zien, wil alles zien. En dat vond ik zo spannend. En dan dacht ik, ja, ik ben geen huisarts, maar ik ben wel een dokter, of ik ben wel een fotograaf die overal mag kijken. Oh ja. En dan maakte ik daar een portret van. En dat was dan altijd anders dan wat in het stuk stond. En dan ging ik ook allemaal vragen stellen aan die mensen. En dat is de reden waarom ze mij vroegen. Want ze dachten van, ja, die heeft totaal geen gêne om dingen te vragen. Maar ik heb het ook nooit geleerd. Dus het is ook niet dat ik het speel. Het is gewoon zoals ik ben. En dat heb ik jaren gedaan voor de krant. En dat vond ik heel erg leuk om te doen. Nou, ja. Fantastisch. Ja. Een van de stadsdelen die jij in Amsterdam hebt gefotografeerd, dat is Eiburg. Ja. Voor je project No Bird Sang. Ja. Daar ben je op stap geweest met een dove man. En die dove man heeft een jij... Blinde man. Een blinde man. Ja. En die heeft jou rondgeleid door dat stadsdeel. Ja. En je hebt eigenlijk door zijn oren heb je dat stadsdeel gezien. Ja. Hoe heb je dat allemaal aangepakt? Hoe ging dat in zijn werk? Ja, kijk, nu achteraf als een project af is, dan kan je het heel mooi vertellen. Hè? Maar het is dus eigenlijk heel chaotisch gegaan, het project. Nou ja, eigenlijk al mijn projecten, maar... In Eiburg had ik op een gegeven moment ik had eerst een film gemaakt voor mijn afstuderen, voor mijn master. En dat ging over de Bijlmer. En dat ging over migranten die een plek zochten. En toen op een gegeven moment had ik de casus bedacht van ik wil weten hoe in Eiburg autochtone Nederlanders wonen. En ik wilde weten hoe zij zich dus, dan heb je architecten die gaan dan dat hele stad ontwerpen vanuit de tekentafel. Maar hoe kunnen mensen daar ontsnappen eigenlijk? En hoe kunnen ze vrijheid vinden? Nou, dat heb ik denk ik ruim 10 maanden gedaan. Ik ben elke dag gaan fietsen met mijn mamia. En dan ben ik naar de Eiburg gegaan. En het was helemaal aan het begin. Dus toen waren er nog geen winkels, geen cafés. En er was dus helemaal niks. En niemand liet me dus ook binnen. Dus op een gegeven moment kreeg ik zo'n hele zielige suburbstad die ik aan het fotograferen was. Die ik dus eigenlijk al van boeken kende. En dat was niet wat ik nou op zoek... Ja, ik was daar niet naar op zoek. En op een gegeven moment was ik dus echt helemaal gedeprimeerd. Ik dacht, dit wordt hem niet. En toen was Jean daar. En Jean, dat was eigenlijk de laatste dag waar ik dacht van dit gaat hem niet worden. En dat was eigenlijk een vrij bijzondere dag. Want van Jean heb ik veel meer dingen geleerd. Ik heb ook geleerd hoe je naar dieren luistert. Hoe je naar vogels luistert. Want hij kent alle vogels in de stad. Ja. In het stadsdeel, in Eiburg. Ja. Dat zijn dus dingen die wij als ziende mensen niet weten. Het verschil tussen twee vogels die steeds op dezelfde plaats zitten. Ja, nee, dat weet Jean wel helemaal. Ja, en Jean die heeft toen, want dat was het bijzondere en daar begon het eigenlijk al van. Ik had op een gegeven moment zoiets van, nou, dit, ik kan hier niet mee verder. Toen kwam ik eerst een grote haas tegen. Ik was op de fiets en ik was aan het wachten dat het groen was. En ik dacht bij mezelf, waarom wacht ik nou om door te fietsen terwijl er niemand is? En die haas die stopte ook en op een gegeven moment nam hij een sprintje naar het park. En ik ging achteraan, want ik dacht, ik heb toch niks te verliezen. Misschien gaat hij me iets laten zien. En daar zat Jean. En Jean die zei op een gegeven moment van, nou, meisje, wat ben je nou aan het zoeken? Je kon je elke dag klikken en vloeken. En je hebt het, ik kom even bij me zitten. En toen ging ik bij hem zitten en ik dacht, wat moet ik nou met die manier? Maar, dus toen ging ik naast hem zitten en toen zei hij van, wat zoek je nou eigenlijk? En ik zei, ja, ik zoek een magisch Eiburg, een magisch stad. En toen zei ik, nou, dan geef ik je dat. En vanaf dat moment zijn we een jaar lang elke woensdag gaan wandelen. En toen, ik ben pas veel later achtergekomen dat hij blind was. Dat was helemaal niet, dat kon je helemaal niet zien aan hem. Ja. En dan ging hij me fantastische verhalen vertellen over de stad waar hij woonde. En op een gegeven moment vroeg ik aan hem, toen ik achterkwam dat hij blind was, van ja, maar hoe kan je eigenlijk, want hij had wel een hond, maar die hond, daar zorgde hij voor. Want die was met pensioen en daar wilde hij niet van af. En dit was zijn beste vriendje. Dus Elmo, zijn hond, die volgde hem overal. En op een gegeven moment zei ik tegen hem van ja, maar hoe weet je eigenlijk hoe je de stad... Hè, waar je moet lopen, waar je moet zijn. En toen zei hij, ja, maar ik heb allemaal vrienden. Want ik hou niet van mensen, maar ik hou van vogels.
Nou, hier zien we Jean en hier zien we dus de vogels. Wat vertelt hij dan over die vogels bijvoorbeeld? Een voorbeeld. Nou, dit is zijn beste vriend. Dat is de kraai. En hij heeft ook, van elke geeft hij dan ook menselijke eigenschappen. Dus als je naar het boekje kijkt, ik weet ze niet meer uit mijn hoofd hoor. Dat is weer een tijd terug. Maar dan is eentje arrogant, de ander is een player. Hij heeft allerlei menselijke eigenschappen toegedicht aan de vogels. En door de positie van waar ze zitten en hoe ze fluiten, kan hij weten waar die is in de stad. Maar hij praat ook met ze. En hij herkent ze dus allemaal. En ik heb met hem een jaar lang, en niet alleen met hem, maar ook met Hannes Walraven, dat is ook een oude docent van mij, hebben geprobeerd om die stemmen van die vogels, want ze hadden dus allemaal een unieke stem, en zo herkent hij ze. En ik heb dat dus van hem geleerd. Dit zijn allemaal meeuwen. Die zijn... Die zitten in een groep met elkaar. Heel gezellig. Hannes Walraven was vroeger fotograaf en nu geluidskunstenaar, omdat hij blind is geworden. Ja. En hij heeft dus... Dus eigenlijk heb je hier een project, dat kun je helemaal niet in beeld brengen zonder meerdere disciplines te gebruiken. Precies. En in dit geval heb ik bijvoorbeeld Hannes heb ik op een gegeven moment gevraagd. En ik is ook de enige geluidskunstenaar die ik ken die blind is. En op een gegeven moment vroeg ik aan Jean, vind je dat goed? En toen bleken ze ook samen blind tafeltennis te doen. En hij zei, nou, die is wel bij de hand, die laat me nooit winnen. En er was al heel vriendschap daartussen. En toen dacht ik, dat kan geen toeval zijn. Dus toen heb ik Hannes gevraagd. En Hannes vond het heel erg leuk. En die heeft een jaar lang, vier seizoenen, het geluid van Eiburg. Want je moet je voorstellen, dus als je blind bent, wat ik dus totaal, ik dus niet kon horen, want ik kijk de hele tijd. Konden ze 7 lagen horen. Dus ze konden de snelweg horen, ze konden de vogels, de konijnen, die haas, alles konden ze horen. En dat is eigenlijk wat de stad vormt voor Jean, maar ook voor Hannes. Dus samen hebben zij een hele mooie muziekstuk gemaakt. Ja, en wat heeft dit project nou verteld voor mensen die wel kunnen zien? Wat is het voordeel van dit project? Dat is een goede vraag. Nou ja, eigenlijk dat je gaat leren luisteren. En dat je gaat leren luisteren naar de stad. En dat je eigenlijk je zicht soms afneemt wat er echt daadwerkelijk is. Dus, dus dat je heel veel dingen niet ziet die er wel zijn bijvoorbeeld ook. Ja. Dat zit de hele sfeer van de stad, gaat ontzettend veel aan je voorbij. Ja. En dat is eigenlijk wat jij nu met dit project ook hebt laten zien. Ja, een poging tot. Ik denk dat er heel veel facetten zijn. Dit is wel echt de wereld van Jean. Ik bedoel, als je naar Eiburg gaat nu, ik weet nog dat op een gegeven moment we hebben het in Arkham laten zien, waar de Eiburg ooit getekend is. En daar zeiden heel veel mensen van, ja, maar ik ken Eiburg op een hele andere manier. Maar ik zei, ja, maar dit is de wereld van Jean. Jean ziet het zo. Ja. En dit is de magische wereld die ik zocht. Oké, dan gaan we naar Afrika, want daar heb je ook onderzoek verricht. Ja. Met je project Only in Burundi. Ja. Daar ben je met een gids door Burundi gegaan. Burundi verscheurd door burgeroorlog. En daar ging het eigenlijk voornamelijk om hoe de mensen zich daar aanpassen. Ja, overleven. Wat heb je nodig om te overleven? En ik ben daar ook weer samen gaan werken met Eva Smannegangen. Die zat daar al een tijdje. Schrijvend journalist. Ja, ze is zelf psychologe en ze schreef een heel mooi blog. Daar is het eigenlijk mee begonnen met dat ze daar... Maar zij heeft de teksten geschreven bij... Ja, ze heeft de teksten geschreven. En zij kende ook Kokkie, onze gids. En ze heeft daar ook in huis gewoond en was daar heel erg mee bevriend. En zij schreef eigenlijk hele mooie blogs over die andere kant van Burundi. En op een gegeven moment dacht ik voor de NRC, dus het was heel klein begonnen. Dus toen werkte ik voor de NRC en toen zei ik van nou, wat als we nou een hele mooie zomeredities schrijven over positieve verhalen... Over een klein stukje, klein landje in Afrika. Het hart van Afrika wordt het wel genoemd. De bedoeling was wel om het positief in beeld te brengen. Of de veerkracht van mensen misschien. Dat was de eerste idee was de hele gekke verhalen die daar plaatsvonden. Ik kende Burundi alleen maar van albino's die gebruikt werden in heksen. Dus al die negatieve verhalen, burgeroorlog, albino's. Precies. Ja. En zij schreef van die hele bijzondere verhalen. Zoals bijvoorbeeld dat er een liefdesboom in de stad was, waar mensen elke dag hun liefde gingen verklaren. Of dat er nonnen waren die koekjes maakten. En dat waren de enige koekjes die je kon vinden in Burundi. En toen kwamen we met het idee om een reeks te maken van 7 verhalen. En toen kwam Kokkie, die was degene die ons daar ging helpen. En Kokkie was een hele
slimme man. En je hebt daar echt een gids nodig. En je kan daar zeker niet navigeren in je eentje. Maar op een gegeven moment kwamen we bij hem thuis terecht. En toen begon nou de oorlog weer opnieuw. Want het was wel een vredeakkoord. Maar dat was, ja, dat was heel onstabiel. En eigenlijk waren we daar heel, of ik was in ieder geval heel naïef. Want ik kwam daar en ik wilde die mooie verhalen maken. Maar tegelijkertijd zat je midden in een burgeroorlog die weer begon. Wat nog, toen nog niet zichtbaar was toen wij daar zaten. Maar er gebeurden wel allerlei incidenten en moorden. En nou ja, ik dacht op een gegeven moment, ik hoor vuurwerk en dat waren allemaal bombardementen. Ja. En Kokkie was eigenlijk, heeft hij ons op een gegeven moment geleerd van, je hebt mensen nodig om te overleven. En die regels, die begreep ik niet. En dat vond ik dus ja, want dat is, dus toen je in Nederland kwam, had je ook, als je allemaal regels, daar heb je weer totaal andere regels. Ja. En je moet, ja, een beetje je fatsoenlijk kunnen bewegen, moet je vertrouwen van mensen wekken daar. Ja. Ja, dat, daar kwam het op neer. Dus bijvoorbeeld die vrouw die de koekjes bakt, dan kun je niet zomaar naar binnen lopen. Nee. Hey, kom hier even een foto maken. Nee. Hoe gaat dat proces? Nou, in het geval van Maria Theresa, die koekjes bakte, dat was de langste verhaal. Daar hebben we 4,5 weken over gedaan om binnen te komen. En dan moest je als volgt, dan moest Kokkie, die ging dan met allerlei mensen bellen. En op een gegeven moment zei hij, ja, die heeft in mijn klas gezeten. Het leek ook of zijn klas de hele bevolking was. En dus hij kende iedereen en je moest met iedereen Fanta gaan drinken. En bij de nonnen zijn we op een gegeven moment, zijn we een week lang, moesten om 6 uur 's ochtends opstaan, moest je 4 uur lang gaan bidden in dat kleine kloostertje. En dan gingen we op audiëntie bij de hoofdpriester. En die ging dan vragen, gingen we dan op een gegeven moment vragen of we er wel of niet in mochten. En daar moest hij dan heel lang over nadenken en dan mochten we elke dag dat weer gaan vragen. En op een gegeven moment ging dat poortje weer open, maar dat was dan toen wij... Toevallig, in dit geval is het eigenlijk helemaal vreemd. Want toen hebben we op Facebook in Rome gevraagd aan de paus of we binnen mochten komen. Omdat we nog niet waren getrouwd. En er mochten niet getrouwde vrouwen in dat kleine klooster. Ja, in dat kleine klooster. Want het is de Visitandine. Dat is een hele strikte kloostergroep waar je dus, ja, dus nog steeds als meisje erin mag. En toen op een gegeven moment kregen we dus dat het mocht. En toen heeft de aartsbisschop, dus toen zijn we daar nog op bezoek geweest. En toen heeft hij tegen ons gezegd van, jullie mogen 2 uur naar binnen. En toen hebben we dus, ja, onder andere Maria Theresa en die hele klooster gefotografeerd. Maar dat duurde dus eigenlijk eindeloos lang. Want het duurde dus 4,5 week voordat je, ik denk 3 weken toestemming voordat je daarheen kon. En dan nog een week op proef elke dag bidden. Vervolgens met allemaal telefoontjes, heel veel Fanta's met iedereen drinken. En dan heb je 2 uur om naar binnen te gaan. Ja, maar tijd doorbrengen met mensen is sowieso belangrijk. Hè, voordat ze, ja. Je moet ook bijvoorbeeld, je kunt ook niet zomaar iets kopen. Je moet, Nou, je kan wel iets kopen, maar fotograferen was een ding. En ik ben dus op een gegeven moment, want je moet je voorstellen, je hebt maar 1 vluchtbedrijf die naar Burundi gaat. Je mag maar 4,5 weken als visum erin. Het is ongelooflijk duur om daar te zijn. Het was ook een project die ik zomaar had bedacht. Hè, dus het... En dan heb je 1 serie gemaakt, wat dan in de krant terechtkomt. Dus dat is niet echt, hè, dat houdt het er niet uit. Ja, ja. En toen kwam ik terug en toen was ik verschrikkelijk gefrustreerd. En toen had ik dus, ik denk volgens mij 200, nou ja, bijna 300 Fanta's gedronken met mensen. En die had ik op kantoor staan. En toen kwam de beeldredacteur van NRC Next, Sterre, en die zei van, maar dit is fantastisch, je hebt met al die mensen gepraat. En toen bleek dus dat het wel een jaar kostte voordat ik die mensen mocht fotograferen. Dus toen heb ik Kokkie gevraagd om toestemming en gevraagd van, kan jij 10 mensen die jij belangrijk vindt om te overleven, mag ik die fotograferen? En het feit dat ik er al was geweest en met al die mensen had gedronken, was dat ze het ja, vertrouwden. En ze zeiden, maar je komt ook weer terug. Dus ik kwam een jaar later weer terug en toen mocht ik ze fotograferen. En dan mocht ik 1 foto maken. Dus dat was niet een hele serie. Dus je bent analoog aan het werk. Dan maak je 1 foto. En dan nog liefst nog eentje als de ogen dicht zijn. En zo ging dat dan. En eigenlijk dat hele proces van dat je erachter komt dat er dus dat je dus met mensen tijd moet doornemen. Dat er allemaal regels zijn. En dat er heel veel, we noemen het in het boekje social contacts. Dat je die nodig hebt om te overleven. Dat vond ik dus fascinerend. En dat is waar het boekje uiteindelijk over gaat. Ja, en waarom wilde je dat zo graag laten zien? Nou, wij wilden eigenlijk 2 dingen. We wilden 1, omdat ik het totaal dus niet begreep. Toen dacht ik van, nou, dit is interessant. Want wat ik dus niet begrijp, dat wil ik heel graag vastleggen. Eva had ook die prachtige vader geschreven. En we dachten, er is geen enkel positief boek over Burundi. Er is ook geen boek die vertelt over de veerkracht van deze mensen. En er waren geen boeken over hun. Er was alleen de Bijbel. We hebben dus ongelooflijk lang in de kerk gezeten. En toen op een gegeven moment hebben we dat boekje gemaakt, die dus even dik is als de Bijbel. Hè. Die is 50 gram papier. En dan hebben we het eigen boekje teruggegeven. Dus we hebben ook al die boekjes teruggezet daar. En toen hadden ze een boekje om trots op te zijn. En we hebben het dus niet gemaakt voor de fotografie of de kunstwereld. We hebben het gemaakt voor de NGO's. Dus we hebben heel veel mensen die het ook bestelden, zeiden op een gegeven moment, ah, nu snap ik ze.
Want in het begin was ik de eerste reis, was ik volkomen gefrustreerd. Die mensen deden niks wat ik wilde. En ik dacht de hele tijd van, ja, maar waar wacht ik nou op? En zij hadden zoiets van, ja, maar je snapt ons niet. En dat... Dus de hele zoektocht, dat is dus, ja, men geeft mensen dus gewoon een blueprint om de bevolking van Burundi te begrijpen, beter te begrijpen. Ja, ja, en meerdere van die landen, maar met name hoe het in Burundi werkt, ja, heel erg van. En ik denk, en weer dat je daar weer van kan leren hier. Want wij gaan dus heel snel met ons contact. Hè. Ik weet nog bij de NRC, dan belde je en dan was je een uurtje binnen en dan bleef ik altijd wel 2 uur hangen. En dan vonden ze het al best lang, maar ik was dan zo nieuwsgierig. Terwijl in Burundi moet je er dus een jaar overheen laten gaan. Dus het is eigenlijk best gek hoe wij zo snel van het een naar het ander gaan. Van het ene vluchtig contact naar het andere. Ja, dus je hebt daar wel een waardeoordeel over. Je vindt het bij hun beter dan hier? Of? Ja, ik heb daar heel erg geleerd toen ik terugkwam ook om veel meer tijd aan mensen te geven. En veel meer te luisteren. En veel meer... Nou ja, ik denk dat we nu in een hele andere tijd leven. Hè? Want dit was 2013. We zitten nu in corona. Dus iedereen besteedt denk ik meer tijd aan zijn familie en komt erachter waar het om gaat. In Burundi heb ik heel erg geleerd dat ze zeiden van, ja, maar de mensen om je heen, dat zijn de mensen waar jij mee leeft en waar, die heb je nodig om verder te komen. Of het nou is om daar daadwerkelijk om te overleven, maar ook gewoon om een goed leven te hebben. Ja, het lijkt alsof ze de kern van het leven beter doorhebben, waar het echt ik om gaat. Ik denk het wel, ja. Ja. Misschien leren wij het nu. Ja. De maakbaarheid van de stad en de manier waarop mensen met elkaar samenleven, mm-hmm. die heb je in dit project The Migrant heel erg meer naar voren gehaald. Je hebt eigenlijk een soort abstractieslag gemaakt vergeleken bij je vorige projecten. Je bent nog eigenlijk meer, zelfs er zit fictie ook nog in, wat in die vorige niet zat. Dus hoe ben je op het idee gekomen om, ja, vertel eerst eens het verhaal over Myna, het vogeltje in Singapore. Nou, ik ga beginnen met, het is geen fictie, maar dat heel veel mensen kunnen het niet geloven, maar dit is een waar gebeurd vogelverhaal. En in het geval van de migrant, hij heet Myna, en hij was de eerste migrant die naar Singapore kwam. En hij is een vogeltje die op de vlucht is, en je kan hem dus hier in de tentoonstelling zien. Hoe die eigenlijk, wat ik fascinerend vond, was dat ik hem dus tegenkwam. En ik vroeg me af wie hij was, want hij gedroeg zich als een soort mensje. En de eerste ontmoeting die ik met hem had, was in de hotelkamer. En hij begon heel hard te schreeuwen. Echt zo hard te schreeuwen dat ik dacht, er is iets mis. En ik had van Jean geleerd dat als een vogel schreeuwt, dan is er iets mis. Dus op een gegeven moment, de eerste instinct die ik had, was hem weg te jagen. Want ik dacht, ik wil slapen. En toen hij niet wegging, dacht ik, hij wil zijn verhaal vertellen. En ik ging er niet vanuit toen dat ik 5 jaar achter me aan ging zitten. Want ik... Eerste keer wat ik deed was dat ik me aankleedde en dacht, oh, ik ga achter me aan in de stad. En toen bleek hij ook op mij te wachten en dan ging hij ook met mij lopen. En we hebben even terug, waarom zat je in Singapore? Ik zat in Singapore voor Eiburg. Dus het is een hele andere omweg, maar ik ging voor een Magnum Masterclass, want ik kwam er dus niet uit hoe ik dat verhaal moest vertellen van Jean. En ik had op een gegeven moment, want ik zoek dus altijd samenwerkingen en ook hulp. Dus ik had op een gegeven moment bij Magnum voorbij zien komen dat er een workshop was, een masterclass in Singapore voor urban planning en hoe je daarmee omgaat van Mark Power. En toen kwam ik daar aan voor het laatste deel van die workshop waar je dan een tentoonstelling ging maken met elkaar. En er waren dus echt 9 Aziatische fotografen die zich daar bezig hielden met het onderwerp. En de eerste dag dat ik aankwam, kwam ik dus Myna tegen. En ik ben daar behoorlijk mee gepest ook tijdens die hele workshop. Omdat dat vogeltje de hele tijd achter me aanging. Of ik achter hem aan. En het is eigenlijk begonnen met dat ik dus niet kon slapen en moest voorbereiden. En dat ik dacht op een gegeven moment, nou ja, als ik niet kan slapen en ik heb een jetlag, dan ga ik achter dat vogeltje aan. Ja, maar weet je, wat er dus steeds gebeurt bij jou, is je hebt je ogen en oren openstaan voor dingen die op je pad komen. Mm. Je hebt altijd wel je wil een verhaal vertellen, je weet nog niet wat. Yeah. Je omarmt de chaos. En dan zie je ineens een vogeltje op de vensterbank van je hotelkamer zitten. En dan klikt er iets in je hoofd. Ja. Doet me een beetje denken, en er was vroeger een uitzending van Spitting Image. Dat Paul McCartney, die zat achter zijn piano. En dan werd er aangebeld door de postbode. Mm. En dan, the postman brings the bell. En dan schreef hij een liedje over de postman. Ja. Dat doe jij mij een beetje aan denken. Ja. Wat vind je van dat beeld? Ja, dat zou wel kloppen. Ik vind het ook altijd heel moeilijk uit te leggen wat dan in mijn hoofd gaat. Maar je kan het goed beschrijven. Ja, dus je doet het gewoon volkomen intuïtief. En dan hoe gaat het als je zo'n vogel ziet en denken van, oké, hier zit een project van 5 jaar in. Nee, want als je dat doet, dan word je helemaal gek. Als je dat van tevoren al bedenkt, dan waar moet je het einde zien? Ik heb ook wel echt de diepe dalen en de hoogtepunten met Myna meegemaakt.
Nee, in eerste instantie was het meer dat je echt gewoon nieuwsgierig bent. En dan ben je nieuwsgierig, ga je achter zo'n vogeltje aan. Dus het tweede was dat ik op een gegeven moment een krantartikel in handen had. En dat bleek dus dat hij een terrorist was. En voor ons hier, op dat moment in Nederland, was terrorisme op een heel ander niveau. Hè, werd dat uitgelegd. Een terrorist omdat mensen een hekel aan hem hebben. Ja, maar er stond dus de New Terrorists in Town. En ik vond dat hoofd, ja, dat koptitel op de krant, vond ik zo intrigerend. Dat ik dacht, oh, daar moet ik wat mee. En op een gegeven moment heb ik dat meegenomen naar huis. En toen ben ik eigenlijk een soort Google Alert gaan opzetten van alles wat Mina overkwam. En toen kwam ik erachter dat in Singapore heel veel mensen erover schreven. En tegelijkertijd was ik in Burundi bezig, waar dus daar geen media was en waar alles gecensureerd was. Maar ik kwam erachter dat in Singapore ook verschrikkelijk gecensureerd was. Dus het werd eigenlijk zoveel over hem geschreven, omdat er niet over andere dingen geschreven konden worden. En dat vogeltje werd ook gebruikt als soort metafoor om te vertellen over hoe dat, ja, wat daar gaande ging. Niet nu alleen, maar ook in de geschiedenis. Dus ook al 120 jaar lang. En toen ben ik dus op een gegeven moment heb ik besloten om die archieven te onderzoeken. En toen heb ik 120 jaar geschiedenis gevonden van dat vogeltje. En toen vond je uit dat hij uit Java kwam oorspronkelijk? Ja, ik kom uit Java. En en hij was op een gegeven moment in 1920 een van de mooiste zingende vogels. En hij heeft in de jungle zong die heel mooi. En toen is hij op een gegeven moment bij de koning in Jakarta is hij terechtgekomen om als zangvogel te presteren. En in Indonesië wordt hij heel erg geliefd. Wordt hij gezien als een van de vijf pilaren van wat je moet hebben in je huis in Java. En toen op een gegeven moment hebben de Britten die gekoloniseerd naar Singapore hebben meegenomen om geld te verdienen. Dus het was gewoon puur financiële transactie. Die konden gewoon heel veel geld verdienen met zangvogels en zangcompetities. Hierachter wat je hier ziet, dit is de zangwedstrijd. Dat zijn nu de populaire vogels. Destijds was hij er een van. En er werd ongelooflijk veel geld verdiend met een Mina die kon zingen. Maar op een gegeven moment is die stad gegroeid. En die stad is zodanig gegroeid in Singapore dat die Mina niet meer zichzelf kon horen zingen. En toen is hij op een gegeven moment scheef gaan zingen. Hij is eigenlijk heel luid schaal gaan zingen. En daar hebben mensen hem aangeklaagd. En daar zijn rechtszaken over geweest. Over dat die vogel dus niet goed zong. En dat gegeven, dat vind ik zo fascinerend. Dat ik dan denk, oké, daar wil ik meer over weten. En daarom zeggen mensen, ja, het is fictie. Maar het is helemaal geen fictie. En dat is het rare ervan. Want in feite is alles wat je dus vindt, de mens is zo gek. Dat ik denk, je hebt fictie helemaal niet nodig hoor. Je kan gewoon gaan zoeken en dan vind je de meest gekke verhalen. Ja, nou ja, het bijzondere is dat mensen die hebben dus een hekel aan dat beest gekregen door dat gekrijs. Ja. Maar dat gekrijs van dat beest, dat is een juiste reactie op hoe de mensen met hem zijn omgegaan. Precies. Dus het is net als herten afschieten op de Veluwe. Die zijn daar omdat, dat komt door ons, dat de populatie te groot wordt. Dus Dus het is eigenlijk gaat het over hoe mensen met dieren omgaan. En wat het gedrag van mensen en de stad betekent voor de natuur. Ja, en ook wel heel erg over hoe je met de ander omgaat. Want je ziet ook wel, kijk, heel veel mensen vragen mij waarom heet het dat de migranten. Maar Mina werd dus al aangemerkt door de eerste biologen in Singapore dat hij dus daar niet hoorde. Dus hij werd genoemd in de vogelboek, de migrant. Terwijl zijn neefje, de Indian miner, is de resident. Dus die mag daar wel blijven. Dus wettelijk wordt hij ook weggehaald. Terwijl als hij die wettelijke status zou hebben, dat hij dus wel mocht blijven, dan zou het niet zo'n probleem zijn. Maar nu mogen dus heel veel mensen van de regering mogen op hem schieten en hem vermoorden en wegdoen, omdat hij die status destijds niet zo hebben gekregen. Dus hij was echt een migrant. Ja, dus het gaat over mensen, over vluchtelingen. Ook. Ja, er zit een grote metafoor. Ik denk dat die wel overduidelijk is. Maar hij zit voor mij op meerdere lagen. Kijk, het gaat... Ik vind even want je laat dat op geen enkele manier merken in het project. Nee. Dus ik heb eigenlijk het gevoel dat ik het nu zeg en dat ik het verpest. Nee. Ik denk, kijk, iedereen ziet er zelf wat in. En in eerste instantie, kijk, ik vind het heel bijzonder dat hij weer nu hier in het Nederlands Fotomuseum staat. Maar de migrant is in eerste instantie bij de vrijheidsmaaltijd voor mensen die dus samenkwamen van andere culturen. Heb ik hem ingezet. Dus, en naast dat dit tentoonstelling heb ik een boek gemaakt. En daar ging er juist om dat ik met andere mensen die van andere culturen samenkwamen om hun eigen verhaal te vertellen. En hoe makkelijk is het als je een vogeltje hebt die zijn verhaal vertelt? Dan is het dus niet dat jij dan hoef je die ander niet af te troeven of anders te maken. Dus ik heb op een gegeven moment het Migratiemuseum hebben we allemaal migranten gehad die hun verhaal vertelden. En dat was heel bijzonder, want dat is dan een soort neutraal. Je kan het dan vertellen. En dat was ook een van de insteek van het verhaal. We hebben het wel gewild dat het goed eindigt en daar hebben we ook wel goed naar gekeken. Wat ook zo is, als je bijvoorbeeld, als ik als westerling dit vogeltje zie, dan leef ik me daar meteen in, dat werkt sympathie. Ja. Dat lieve beest met zijn gele oogjes en zijn snaveltje en zijn pootjes en zo. Maar als iemand uit Singapore deze vogel ziet, dan zal de reactie totaal anders zijn. Nou, het verschilt. Je hebt sommige Singaporezen die zijn er gek op. Hij kan ook praten, hè? Dus hij kan mensentaal imiteren. Dus we vinden hem ook wel leuk en gek.
oude Indiërs, want je hebt allemaal verschillende groeperingen mensen die daar wonen. In Little India waarderen ze me heel erg. Ze hebben wel heel erg geleerd om juist vogels te waarderen. In andere delen van de stad juist weer niet, omdat ze denken van ja, mij is echt een pest. We willen me echt vanaf. Dus het verschilt hoe ze me ervaren. Je hebt sommige mensen die hebben hem dan, want hij is heel brutaal. Hij loopt ook soms gewoon bij mensen binnen en dan gaat hij onder de douche staan waar iemand staat. Iemand kan er heel hard om lachen of iemand kan dan zeggen van ja, wat verschrikkelijk dat dat vogeltje bij mij binnen zit. Nee. Dus het verschilt van wie je... Ja, ja, wat ik er mooi in vond, je legt allemaal ook weer ongeziene aspecten van die stad bloot. Mm-hmm. Bijvoorbeeld ook dat er een groep mannen is die kraaien afschiet. Ja, en mina's. En mina's afschiet. Ja, ja, dus dat zijn mannen die lopen 6 uur per dag dan met geweren rond. Ja. En met een soort zo'n typisch vest. Ja. Dat vissers ook aan hebben. Dan staan ze er gewoon die beesten uit de bomen te schieten. Ja, dat doen ze al 30 jaar. Dus ze zijn heel serieus. Ja, wij vinden het grappig. Maar het is ergens een hele... Het is wel wat ze... Hoe ze er echt in geloven dat indringers zijn in hun geliefde stad waar ze niet horen. Ja. En dat is voor mij ook... komen ook bijvoorbeeld mensen die... Het is een soort dienst. Je kunt bellen als je er last van hebt. Nou, er is een dienst waar je echt een 112-lijn ervoor is. En zij zijn vanuit de regering doen ze dat. En ze zijn wel vrij geheim. In die zin dat er ook gewoon dierenactivisten zijn die daar tegen zijn. Dus het is vrij moeilijk om... Het heeft mij 2 jaar geduurd om te infiltreren in die groep. En echt met hem mee te gaan. En het is eigenlijk... Je moest eigenlijk ook een beetje liegen. Nou, ik lieg niet. Ik zeg gewoon niet de hele waarheid. Kijk, dat zeg ik tegen mijn dochter ook. Je hebt een grijs gebied. Het is een witte leugen. Ja. Of een grijze leugen, ik weet niet precies. Wat zei je dan tegen... Je zei van, ik ben gewoon met een fotoproject of met een project bezig. En ik wil je fotograferen. En dan, nou ja, dan sluit je vriendschap ook. Ja. Ja, en ik wil weten hoe zij denken. Dus ik zeg niet wat ik ervan denk. Wat ik zeg is... Je stelt ze ook niet in een kwaad daglicht, vind ik. Je documenteert ze gewoon. Ja. Ja, ik vond het wel moeilijk hoor. We hebben tijdens de montage van de film hebben we daar wel veel discussies over gehad. Omdat ik heel trouw ben. Dus als ik iets beloof, dan doe ik het ook echt. Dus ik vond het wel moeilijk omdat zij ook ongelooflijk lief waren. Dus ik vond het ook moeilijk. Ik bedoel, ik ging met hun dan lunchen en dan gingen ze allemaal lunch voor me kopen. En ze waren heel erg lief voor me. Terwijl aan de andere kant was ik het dus niet mee eens van wat ze deden. Maar dat liet ik dan niet blijken. Omdat ik heel graag wilde weten wat ze nou deden precies. Ja. Dus je zit wel in een soort van... Het is eigenlijk niet, het is niet persoonlijk, maar het is meer dat je iets tegen de structuur hebt. So, can you explain how the day starts and how it ends? So we'll go to the club, Singapore Gun Club, where our guns are all kept there. We'll draw it out. We'll fill up a form to inform all the necessary government bodies. Then we'll head down to where the complaint is. We'll do what we can. If we can kill the birds, we'll kill. Ik vond het heel moeilijk. Ik ben natuurlijk undercover gegaan en met ze meegepraat. Maar ja, op het moment dat ze dan één kraai staat in een boom en ze gaan met z'n vijven eromheen om hem neer te schieten, dan is het wel heftig. Dan denk je, ja, dat kan toch niet? En op een gegeven moment hadden ze eentje neergeschoten en die was nog niet dood. En die hadden ze dan vastgemaakt, zodat de andere kraaien, want dat doen kraaien, die gaan hem proberen te redden. En dan kunnen ze er meer van afschieten. En dat vond ik heel akelig. En toen ik die kraai ook daar zag liggen, dan zei ik tegen hem, ik beloof je dat ik dit ga vertellen. Het is een hele dure hobby om van die enorme guns te hebben. En er zijn echt hele rijke mannen die daar aan meedoen en die dat 4-5 keer per week doen. En Singapore is een land waar alleen maar knetterhard wordt gewerkt, 80 uur per week. En zij hebben tijd om echt 6 uur lang achter die vogels aan te gaan, elke dag. En de meeste zitten daar echt 20, 25 jaar in. Ze noemen zichzelf ook Robin Hoods en The Brother in Arms. Het is echt, ja, waar ze in geloven. Ja. Ja, het is niet persoonlijk, nee. Maar het is wel dat ik denk van, ja, maar nou wel, ik probeer te begrijpen hoe iemand opstaat en denkt, het leukste wat er is om 197 vogels, dat is dan zo'n recordaantal, om die naar beneden te schieten bij de grens van Maleisië en Singapore. En dat je dat dan zo daadwerkelijk in gelooft, terwijl je boeddhistisch bent, dan probeer ik dat te snappen.
Van ja. Hoe kan dat dan dat je je aangevallen voelt? Hoe kan dat dan dat je... Ja, en een half stervende vogel op de grond vastleggen, zodat anderen erop afkomen om hem te redden, wat in een instinct zit. Ja. Zodat je de anderen ook kunt afschieten. Ja. Dat is toch echt... Ja, daar, gaat dus, daar ging het bij mij dus op een gegeven moment om. Dat je dan denkt van, ja, maar dit gaat te ver. Ja, oké. Okay. Ja. Oké, bij dit project heb je ook... Het project bestaat eigenlijk uit 5 gedeeltes. Het is een... We zitten nu in 1 gedeelte van het project, de tentoonstelling. Ja. Er is een groot boek. In dat boek staan weer andere dingen dan een tentoonstelling. Ja. Er is ook een documentaire die jij zelf presenteert en waar die vogel dus ook spreekt. In het, of tenminste, een voice-over zit eronder, in de, volgens mij in de Bahasa. Ja, klopt. Ja, dus het Indonesisch waar die vandaan komt. Kun je eens vertellen hoe die 5 onderdelen van het project in elkaar grijpen? Waarom ze 1 geheel vormen? Ja, het is eigenlijk vrij organisch gegaan. Het is, nu als je het achteraf ziet, denk je, oh mijn god, dat is echt heel veel. Maar het ging eigenlijk vrij organisch. Dus in eerste instantie ben ik begonnen met Teun van der Heijden met het boek, omdat ik dacht, ik wil... Dat is de vormgever. Ja, dat is de vormgever. En ik wilde heel graag een boek maken waarvan ik dus het verhaal live kon vertellen. En hij had een droom om een performanceboek te maken. Dus we kwamen samen vrij snel samen van, oh, daar gaan we dan... Een performanceboek? Ja, dus dan ga ik, daar doe ik ook performance mee. Dus dan ga ik echt met het boek ga ik dus in gesprek met anderen. En dan vertel ik live in een half uur tijd het verhaal van Mina. Een soort theatershow. Ja. Ja. Eigenlijk in het begin, wanneer je binnenkwam, dat is nu door corona afgeschaft. Maar daar zit een stoeltje en daar zit ik dan. En dan vertel ik live het verhaal. Dit laatste stuk, de tentoonstelling, is echt als laatste. Vervolgens heb ik met Prospector, dat is het producent, hebben we eigenlijk op internet dus 5 episodes gemaakt van de leven van Mina. En dat is eigenlijk ontstaan omdat Eefje Blankvoort, die dan samen met mij naar het project keek, die zei van, joh, maar dat vogeltje dat schreeuwt en dat beweegt zo mooi, dus dat moeten we filmen en dan moeten we een soort edit maken. Dus toen ben ik met een hele superteam zijn we dat in elkaar gaan zetten. En daarnaast kwam nog dat ik dacht, oh, maar ja, ik wil eigenlijk ook... Ik ben eigenlijk niet... Ik wist nog niet hoe je verhalen moest vertellen en zeker niet live. Hoe moet dat dan? Dus toen zijn we in eerste instantie een script gaan schrijven met Laura Stek. En daar kwam een VPRO-radiodocumentaire uit. Die nog Hans Dagelet heeft Mina gespeeld. Een plaag. Ongedierte. Zo worden we gezien. In Singapore, they are considered a pest species. Alleen omdat we te hard zouden zingen. Miners, if they gather in numbers, they are very noisy. Zoiets, maar dan misschien nog wel harder. Ik weet nog steeds niet hoe het zover gekomen is, maar ik kan je wel mijn levensverhaal vertellen. We zijn migranten uit Java. Daar begint het. En dus daar kwam weer een aspect nog erbij. En dan, toen hadden we al 3 aspecten die er kwamen. En toen dacht ik, toen kwam het Nederlands Fotomuseum van, joh, wij zouden heel graag je werk willen laten zien. En toen dachten we, nou, dan pakken we de kans en dan maken we een tentoonstelling van. En in de tentoonstelling is deze heel bijzonder. Er zijn 23 werken die dus niet in het boek staan en ook niet in de film. Maar ook omdat op een gegeven moment had ik had geen tijd meer. Na 5 jaar had ik die hele geschiedenis onderzocht, maar ik had nooit, ik was nog 1 keer naar Java gegaan, heel kort om te weten waar dat vogeltje woonde. Maar ik had nooit de kans gehad om zijn begingeschiedenis eigenlijk te fotograferen of te ontdekken. En ik dacht, ja, dan is dat dan maar zo. Dus hij woont in Singapore. Op een gegeven moment gaat hij eindigt in Myanmar. Maar ja, want het eerste stuk het heeft een happy ending, hè? Dat, hij eindigt in Myanmar en daar wordt hij helemaal omarmd. Hij wordt gezien als God. Dus als een van degenen die naar God kan vertellen hoe... dus een soort dus dan houden de mensen houden hem vast. En dan mag je wens doen. Je moet hem kopen. Dan mag je hem daarna vasthouden. Dan moet je een wens doen. En dan wordt hij losgelaten. En als je dan de wijde wereld invliegt... Precies. Ja. Dan komt je wens hopelijk uit. Is dat geen fictie? Nee, dat is geen fictie. Hij zit toch, hij is toch niet... dat hij naar Burma gaat, dat zelf naar Burma als trekvogel. Wel. Je hebt zeg maar, eigenlijk is er een golf, zeg maar, die Mina's wonen met name in Singapore. Die verhuizen op een gegeven moment, die vliegen door naar Maleisië. Het is heel, vroeger was het 1 land, hè. Dus die is heel dicht bij elkaar. 1965 onafhankelijk geworden. Ja. Dus toen, hij vliegt daar naartoe, maar daar zitten de Indian Miners. En de Indian Miners hebben heel veel territorium overgenomen, dus daar kan hij niet blijven. Dat is een soort natuurlijke selectie. En dan vliegt hij dus over naar Burma, naar Myanmar, wat we tegenwoordig noemen. En in Myanmar, daar had ik op een gegeven moment gehoord dat dus de jongste Mina's, als ze daar naartoe vliegen, in de jungle belanden. En dat er dus op een gegeven moment zijn die ze dus pakken en die ze er bij tempels neerzetten. En dat wilde ik heel graag zien.
Dus ik ben helemaal eigenlijk naar Myanmar twee keer gegaan om te kijken van wat doen mensen dan? En mensen waren heel achterdochtig, hadden zoiets van, kom jij nou serieus in deze hele politieke toestand waar we nu zitten en ook weer, kom je een vogeltje fotograferen? Maar ik wilde ze heel graag weten wat ze daarmee deden. En het heeft ook een hele politieke lading daar, want ze kopen die vogeltjes ook om die politieke gevangenen hopelijk vrij te krijgen. En er zit een heel stuk weer, ja, dus dat vond ik een hele mooie einde. Maar als je hier terugkomt dan hier, eigenlijk het begin. Want hij werd dus ook gezien als een soort van ja, goddelijke, hè, een van de vijf elementen die je in een Balinese familie moest hebben, of een Javaanse familie moest hebben, was zo'n vogeltje. Dus hij was heel belangrijk. En toen ik dus bij het Nederlands Fotomuseum terechtkwam, toen vroeg ik aan hun van, maar hebben jullie dan foto's van Mina vroeger? Toen zei ze, Nederlands fotografen gingen tijdens de kolonisatie daar naartoe. Maar of ze nou vogeltjes fotografeerden. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat hij fotograaf was. Die heel, heel erg hield van vogeltjes. En dus al die kooitjes fotografeerde. En toen ben ik hem dus tegengekomen. Hier, en dat is dus in dit archief van dit Nederlands Fotomuseum hier. Ja. Ja, en zij hebben dus het hele archief van de Indonesische verleden. En het was echt een weddenschap. Want zij dachten, die gaat ze nooit vinden in de oude negatieven. Want er is nergens staat een vogelkooitje en Mina. Ja, en dus de eerste doos zat hij erin. Ja, oké. Okay, ja. En de eerste doos die we openden, daar stond hij. En dat zijn de beelden die je dus hier aan het begin ziet en aan het eind. Dus je hebt eigenlijk zelfs in het archief hier een nieuw patroon blootgelegd. Ja, 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 dat er een net zo gekke fotograaf als ik ben die het leuk vindt om al vogeltjes te fotograferen. Ja, kijk, je hebt dus dat vogeltje, dat staat model voor de migranten. Je hebt eigenlijk geef je de richting aan voor de oplossing van de migratievraagstukken. Zou je kunnen zeggen, of mensen dat er op een andere manier naar gekeken kan worden. Ja. En dat je dan kunt werken aan de oplossing. Maar ik zie dus ook, het gaat toch ook over jou eigenlijk. Je zit ze ook in je eigen ziel te peuteren. Jij als iemand die drie culturen kent. Ja, ik heb het zelf zo nooit naar gekeken. Maar het wordt wel vaker gezegd van, oh ja, migrant, jij bent een migrant. Maar zo voel ik me dus niet meer. Dus ja. Maar je voelt je niet verwant met Myna bijvoorbeeld? Zeker wel in hoe die doet, maar niet in zijn geschiedenis. Ik heb niet zo'n turbulente geschiedenis zoals hij heeft meegemaakt. Het voordeel van, denk ik, dat ik uit een ander, uit Frankrijk en Spanje kom, dat je dus een andere, dat je makkelijker integreert. Dat is een hele andere geschiedenis. Het is de westerse wereld, ja. Ja, ja. Ja. Het is wel zo dat ik heel veel moeite had om het project af te maken. En op een gegeven moment kwam ik eigenlijk, in de eerste instantie werd het project, ik heb 5 jaar lang heb ik daar helemaal alleen gedaan, zonder subsidies en zonder steun. En ik vond dat heel moeilijk, want elke keer als ik het verhaal schreef, dan zei ze van, ja, maar moeten we met zo'n vogeltje uit Singapore? Daar heeft Nederland niks mee. En ik heb pas bij mij viel het kwartje toen mijn schoonmoeder, die Spaanse, die zei op een gegeven moment, toen ik een keer ziek was, en die is helemaal niet in de kunst, maar die vindt het wel heel leuk. Ja. Die vroeg aan mij van, goh, kan je mij een leuk verhaal vertellen? En toen ik de griep, toen kwam ze thuis langs. En zij is de eerste migrant uit Spanje die in Nederland woont, als vrouw, die hier naar Nederland is gekomen en gebleven. En toen vertelde ik dus over Mina, over dat vogeltje. En toen zei ze, ja, maar dat ben ik. En toen dacht ik, ah, maar wacht even. Dan kunnen mensen zich wel herkennen in dit verhaal. En dat is wanneer het is begonnen met rollen. Oké, okay. Ja. Waar jij ook heel goed in bent, dat vertel je nu al een beetje, is dat verhaal aan de man brengen. Dus marketing. Je moet inderdaad ook geld ervoor zien los te peuteren. Je moet publicaties ervoor zien te regelen. Hoe pak je dat aan? Hoe schat je jouw capaciteit op dat gebied in? Nou ja, ik denk, dat is het moeilijke van fotograaf nu zijn. En dan noem ik mezelf nog steeds toch fotograaf. Dat je zoveel moet kunnen. En in mijn, we zijn begonnen met die samenwerking. Ik kies bewust voor die samenwerking om dat samen te doen. Dus in dit geval met de migrant is Prospector een hele grote die daarbij helpt. Die daar heel veel ervaring mee heeft. Dus een producent zoeken erbij is heel erg, is key eigenlijk. En daarnaast werkt dat alleen als je zelf heel gedreven bent. En ik geloof eigenlijk... Je moet al een stukje van het project moet je al presenteren. Ja. Dus er zit al een hoop tijd van je in. En dan moet je nog die producent erbij zoeken. Ja, maar dat gaat op een gegeven moment wel als je doorhebt hoe je het verhaal moet vertellen. Dus het is, kijk, in eerste instantie is het wel echt 5 jaar dat je investeert in tijd en geld, hè, om naar die reizen te maken en daar naartoe te gaan. En daar geloof ik heilig in. Dat is voor mij, daarom heb ik altijd gezegd, ik werk in opdracht. En dat is dan, dat helpt mij om eigenlijk mijn eigen project te financieren en vrij te zijn ook. Ja. Want het helpt ook, hè, als je dus niet, als mensen jou niet aan het begin meedoen, dan heb je veel meer, kan je ook heel op je bek gaan, alles verkeerd doen en dingen
En pas daarna kan je dan op een gegeven moment het project opzetten. Dus je hebt soms ook wel die vrijheid nodig om helemaal alleen te staan. Ja, trial and error is het gewoon. Ja, want dan heb je ook geen druk. Maar ergens daarna komt er wel druk, hè? Want dan moet je gaan presteren. En dat is ook goed. En, dan, en als je dan de juiste partijen vindt, dan denk ik dat, dat een project heel ver komt. Het enige wat ik wel zie, want naast dit ben ik nu bijna 5 jaar co-directeur geweest van de Docking Station. En daar helpen we fotografen, we hebben 30 fotografen geholpen. En ik zie de grootste uitdaging is voor hun dat ze denken van ja, ik fotografeer het en dat is het dan. En dat is het niet meer. In deze tijd als fotograaf kan je dat niet meer. Je moet leren om jezelf te presenteren. Je moet leren om een art statement te kunnen schrijven. Wat allemaal dingen zijn die je vroeger niet hoefde. Ja. En, maar waarom is dat eigenlijk? Waarom moet je dat kunnen? Waarom moet je al die disciplines kunnen? Ja, anders kom je er niet meer tussen. Kijk, dan val je niet meer op. Nee, ik denk dat op het moment dat je... het is zo'n snelle wereld. En op het moment dat je alleen maar je atelier... wat ik ook heel erg waardeer hoor. Begrijp me niet verkeerd. Want een van mijn eerste projecten is iemand die dus daar niks mee doet. En alleen maar in zijn atelier werk maakt. Anton Martino. Dat is nog die oude garde. Wat ik echt fantastisch vind. Maar in deze tijd, als je alleen maar in je eigen atelier studio zit... en werk maakt, dan komt niemand naar je toe. Dus je moet wel... ergens kwaliteit, ja, zien hoe je wel daar komt. En dat hoef je niet alleen te doen. Hè? Dus je kan ook zeggen van, misschien ben ik wel super introvert. Ik kan dat niet. Dan ga je iemand vinden die dat voor je doet. Maar je kan er, alleen kom je er niet. Ja, dat dus jij wel, denkt echt dat de toekomst, en dat denken wij ook bij Foto 31, dat de toekomst voor fotografen ligt in samenwerkingen en in buiten de discipline gaan met een open blik, andere dingen proberen. Omdat het ook... Kijk, vroeger kon je niet fotograferen en een documentaire maken en filmen en audio maken. En tegenwoordig is de techniek allemaal veel gemakkelijker en beschikbaar geworden, betaalbaar. Maar het moet wel bij je passen. Kijk, ik zie ook fotografen waarvan ik ben groot fan bijvoorbeeld van Wojska van der Molen, die echt fantastische die maakt in de donkere kamer nog... Ja, en die gaat dan echt, die maakt, weet je, ik heb een keertje met haar, zij zit, dan ben ik maanden met één beeld bezig. En dan dacht ik, wauw, dat is echt te gek, dat zou ik niet kunnen hoor. En het is zo mooi, maar dat is dus iedereen is goed in wat hij zelf doet. En ik denk dat je zelf heel erg moet kiezen wat bij je past. Maar je hebt natuurlijk, als je zegt van ja, ik wil het project lanceren, hè, dus marketing, ik wil dat allemaal erbij hebben. Dan is het wel goed om te kijken van wie kan dat dan voor me doen als je het zelf niet kan. Wat wel zo is, wat ik heb meegemaakt, is dat je zelf gewoon heel erg het ook moet willen. Dus ik heb heel veel collega's die een fotograaf die ik begeleid, die dan zeggen ja, maar dat is veel te veel werk. Ik zeg ja, maar dat hoort er ook bij. En je kan niet zeggen van ja, ik ga 5 jaar werken en daarna draai ik de bladzijde om en dan ga ik weer nieuw werk maken. Want dat vinden we het allerleukst. Ja. Maar dat stukje daarna is ook heel belangrijk. Je moet het ook afmaken, je moet het ook helemaal doorzetten. Ja, want je wilt wel gezien worden, je wilt wel laten zien. Ja, want volgens mij zit er ook in jouw projecten heel veel worsteling. Dus dat er de tegenslag is, dat dingen mislukken. Ja. Noem eens een voorbeeld van hoe je daarmee omgaat. Nou, ik denk dat alle projecten die we vandaag hebben besproken, is wanneer het misgaat, dan is het moment dat ik denk, oké, hoe ga ik het nu wel doen? En dan ontstaat het project. Dus in Burundi, het feit dat ik niet kon fotograferen en dat je terugkomt met 3 foto's en denkt van, maar wat in godsnaam, wat heb ik daar gedaan voor 4,5 week? Ik ben 3 keer arm, ik kan 1 jaar lang niets meer doen. En dan juist uit die worstelingen achterkomen dat ik het totaal verkeerd heb begrepen. En dat het gaat juist over dat je dus mensen moet leren kennen, dat je tijd moet nemen. En dat het gaat veel meer over dat sociale contact. En dat je dan dat het dan 1 jaar duurt voordat het kwartje valt. En denkt, maar dat heb je dus nodig om te overleven. En daar gaat het om. Ja. En dat was pas als ik alles had kunnen fotograferen, was ik teruggekomen en was ik net zo naïef gebleven. Ja, dus je omarmt gewoon chaos, je omarmt mislukking. En om daar chocola van te maken en dingen van te leren, dat is een belangrijk doel voor je. Jazeker, anders is het niet meer... Ja, daarom, en dat is misschien waar we begonnen, hè? Je zei van samenwerken. Maar het leukste, waarom ik dat doe, is dat je elke dag leert. Dus elke dag zie ik iets nieuws en denk ik, dat is super interessant. Ik hoef het niet per se zelf te kunnen, hè? Want ik vind een schrijver doet gewoon iets fantastisch en ik kan fotograferen en diegene kan schrijven. En dat kan je samen tot een ander niveau tillen. Dat vind ik het interessante eraan. Maar dat leerproces, dat is zo ontzettend leuk. Ja, maar ik durf bijna niet te vragen, maar heb je ook een toekomstplan? Toekomstplan? Wat zei je? Aan projecten, bedoel Wat ga je met toekomstige project? Wat zou je over 5 jaar als project in de richting? Ik ben nu met 2 hele grote projecten weer bezig. Dus, nee, maar vertel gewoon de richting waar je uiteindelijk zat. De richting, dat is ook weer toeval waar het op pad komt. Maar ik ben nu met een project over mijn oma bezig. Die ik nooit heb gekend. En ik was toevallig vanochtend was ik erover nadenken. Want ik dacht, ik kom hier en eigenlijk waar sta ik dan? En ik bijvoorbeeld bij mijn oma, die is in 1946 gevlucht naar Brazilië. Blijkt nu een hele familie te hebben, ben ik met corona achtergekomen. Dat is door corona, dat je op een gegeven moment denkt,
dat mijn moeder vroeg van wie is eigenlijk je moeder? En dat ze zei, ja, dat weet ik niet, kan je haar vinden? En toen heb ik haar gevonden. Dat is in een hele snelle tempo gegaan. En toen dacht ik, ja, hoe past dat eigenlijk in mijn projecten? Maar dat ging juist weer over die conventies. Zij is vertrokken omdat zij hier niet paste. En niet door de Tweede Wereldoorlog, wat wij altijd hebben gedacht. Dus het is ook weer een soort fictie vanuit de familie bedacht. En ik ben met feiten, dus archiefmateriaal. Dus ik ben nu weer bijna 100 jaar, want het zou volgend jaar 100 jaar zijn. 100 jaar archiefmateriaal aan het kijken. Wie was die vrouw die dus mijn grootmoeder is? En waarom paste zij eigenlijk niet in die conventies hier? En waarom is ze zo ver weggegaan in een ander land waar vrouwenrechten niet eens bestonden, hè, waar je niks kon als vrouw. En dan zwanger ook nog. Nou ja, het is een heel verhaal op zich. Dus ik zie de toekomst zie ik dus niet, want iedereen, ik wil eigenlijk een podcast maken ermee. Want ik maak geen beeld. Okay. En voor mij is dat heel natuurlijk. En toen zei een vriendin van mij, die journalist is, die zei van wat grappig dat jij dan helemaal niet over nadenkt dat je dus een podcast gaat maken. Ik zei, ja, maar dat is toch de enige vorm in dit project. Ik zou niet weten hoe je het moet fotograferen, want ik ken haar niet, ik zie je er niet. Het is voor jou ook helemaal geen beletsel dat het misschien mislukken kan, dat je het niet kunt. Daar laat je niet door tegenhouden. Nee, maar dat geloof ik niet. Het zit echt een oergevoel van binnen, dat ik denk, als ik het verhaal zo spannend vind, dan ga ik ervoor. En als ik denk van ja, kijk, je moet wel nadenken, hoe maak je het universeel? In het geval van de migrant heb ik daar 5 jaar over nagedacht. Het duurde heel lang voor het kwartje viel. Daar denk ik nu over na. En het voordeel van het vorige project is dat je daar sneller die vragen kan stellen. Ja, heb je niet het gevaar dat, dat je terugvalt in een beproefde methode? Als je steeds nieuwe dingen probeert, dat je denkt van dat het op een gegeven moment gewoon meer van hetzelfde gaat worden. Nee, ik vrees het niet. Ik probeer juist het een beetje bij elkaar te houden. Omdat bij mij alles altijd van de ene kant naar het andere. Kijk, mijn familieproject is weer heel iets anders dan een vogeltje volgen. Ik ben ook een schildpad aan het volgen. Daar moet ik wel... Er zitten verschillende... Dat kun je later in je leven doen als je minder energie hebt. Nee, die volg ik nu echt. Hoor. Oh, dus, ja. Nee, dat doen we juist. Die is in Japan, dus dat kost heel veel energie. Maar ik ben niet bang voor dat het hetzelfde wordt. Omdat ik juist mijn hoofd werkt helemaal niet zo. Dus ik moet juist een beetje zorgen dat het een beetje bij elkaar blijft. Ja, dus die orde in de chaos brengen. Ja, want kijk, bijvoorbeeld met migranten. Het begon eigenlijk als... Ik weet nog dat ik bij Teun kwam, die grafisch ontwerper. En ik zei, ik wil 10 foto's en een klein mooi boekje. En dat is dan die ontmoeting met Mina. En toen zei hij, ja, wat gaan we dan met 10 foto's doen? Je hebt echt zoveel beeld. Toen dacht ik, ja, maar het is gewoon klein en schattig. En uiteindelijk is het een soort enorme... Ja, het is enorm geworden. En als je dat dan bekijkt, dat was van tevoren nooit bedacht. Dus ja, daar maak ik me geen zorgen over. Nou, oké. Okay. Ik vind het fantastisch. We gaan met heel veel plezier naar je toekomstige projecten kijken. En je bruist nog van de energie, dus dat zal er allemaal van komen. Dankjewel. Veel succes en bedankt. Ja. Nou, jij bedankt. Leuk dat je erbij kon zijn. Nou, Anne-Yves, wat een ontzettend leuk verhaal. En dank om dat jij ons deelgenoot wilde maken. Jouw turbulente leven en jouw bijzondere projecten. En ook dank aan Robert voor dit interview. Ik zie dat er nog meer dan 170 mensen nog in de, met ons meekijken. En dat er heel veel gechat wordt. Dus ik stel voor dat we nog eens ruim hier de mogelijkheid ervoor nemen om jullie te laten chatten. En parallel daaraan vertel ik wat wij de eerstvolgende keren gaan doen. En dat is Chris de Bode. En dat is niet over 2 maanden zoals jullie van ons gewend zijn. Maar dat gaat al veel sneller. Want we hebben heel veel te vertellen, zo blijkt. En dat is over 2 weken al, op 16 december. En Chris de Bode, dat is een internationaal bekende en documentaire portretfotograaf. En ook filmregisseur. Dat belooft ook een zeer interessante avond te worden. Ik hoop dan jullie allemaal weer te zien tegen die tijd. En... maar voor nu wil ik ook nog even iedereen echt hartelijk danken die hieraan heeft bijgedragen. Want het is een heel team van vrijwilligers. Maar ook natuurlijk het museum, het Nederlands Fotomuseum, die vrijwillig ons de ruimte heeft beschikbaar gesteld. En iedereen die hier heeft bijgedragen aan dit, deze prachtige avond. Dank allemaal. Ik hoop jullie over 2 weken weer te zien. Ik hou de chat nog even open. En als we zien dat het allemaal afloopt, dan sluiten wij de boel af. Tot later.